2,5. 2! Nee, dat kan niet. Dat kan niet. Ik heb zo'n mooie toekomst. Ik heb zo'n mooie toekomst. Yo, mensen van Dodo Games. Welkom bij een nieuwe aflevering van mijn kanaal. Epic Modcraft. Crazy Mod. Nee, het is Epic Modcraft. Jouw intro is verkeerd. Mij is het Crazy Mod. Nee, zo iemand kan je toch niet samenwerken, jongen? Jij schreeuwt door mij heen. Jij schreeuwt door mij heen. Nee, jij schreeuwt door mij heen. Oh my god. Ja, nou jongens, zoals jullie het al horen. En wij moeten samen naar de maan. Ja, dat wordt wat. Wij met z'n tweeën op de maan. Tijd voor wat Epic Modcraft. Inderdaad. Ik heb er zin in. In de vorige aflevering van David op DDG ben ik hier dood gegaan. Hier, zo, daar. Oh ja, ik zie je grafje nog. Ik weet niet of... Of ik nou pakken? Spullen heb gedropt. Want ik hoorde tsss. Dus op met alle... Ja! Oh mijn god! Ik heb mijn spullen terug. Oh, dat voelt goed. En dat heeft geen zin hoor. Oh. Pas op. Ik heb hem weggehaald voor je. Ah, fuck! Ik dacht slim te zijn. Hé, hey, laat ik aan de zij en laat ik er gewoon uitgraven. Fuck! Sounds like... Oh. Wat een mooi begin. Fuck. Wat een mooi en... Sorry. Het was een heftig... Zullen we het een vurige start noemen? Een vurige start. Dat zeker. Vurige start. Ah. Oké, waar... Waar span jij? In je huis? Hier? Oh, hier. Ja, ik heb een bed. Dus dan span ik daar. Zo luxe, man. Ja, precies. Jij moet eigenlijk ook een bed hebben. Ja. Ah, zo, ik heb alles weer terug. Oh, je bent er alweer. Ja, ik ben er alweer. Oh. Mijn huis is heel dichtbij. Bij de geheime bunker. Geheime bunker. Ja, voor de mensen die niet weten. Ik bedoel, ik heb het anderhalve week geleden had ik de laatste aflevering volgens mij geüpload. Nu komt het weer regelmatig hoor, jongens. Maar we zijn bezig met de geheime basis. De geheime bunker. Alleen we hebben heel veel marble nodig. Ik heb nou 23 marble. Oké, ik heb 61. Want marble kun je dan hierin doen en dan wordt het marble? Ja, je moet marble cobblestone moet je in de furnace doen. Maar we hebben niet heel dan wordt veel... het normaal gewoon een beetje hetzelfde stone. Ja, dan krijg je van dat natural stone. Wordt ook weer stone inderdaad. Yes. Oké, maar dan ga ik weer terug veranderen in een spin. Want waar ik namelijk achter ben gekomen, en dat kan de mensen alleen in mijn opname zien en niet in die van Wouter, jammer genoeg. Is als er dit symbool bij staat, je ziet hier nou bij die baby headscar spider, zie je een soort van een vuurdruppel symbool met een kruis er doorheen. Hmm. Nou, dat betekent dat ik in lava kan zwemmen. Dus dat ik gewoon, kijk hier, en je kunt gewoon in lava, gewoon, easy. Easy, no problem. You want to swim in lava? No problem. Inderdaad, maar het is echt lekker. Ja, lekker kan warm me voorstellen. Lekker gezellig ook. Heb je dat ook altijd? In lava. Alsof je het hele zwembad voor jezelf hebt. Zo een beetje, dat moet je zien. Ja, dan warm je het zelf op. Het hele zwembad gewoon voor jou is. Dit is zo'n groot zwembad en waar je dan soms echt een hekel hebt. Dat altijd de glijbanen en zo gewoon altijd vol zitten. Want ja, iedereen wil van die glijbaan af. Uiteraard. Dan is gewoon het hele zwembad voor jou. Is dat jouw droom, Joris? Ja, eigenlijk wel. Ooit een keer een heel zwembad voor mezelf hebben. Nou, wie weet. Ooit, gewoon altijd gewoon... Ik heb nooit een zwembad voor mezelf gehad. Zou jij later in je huis... Zou jij een zwembad nemen in je huis? Als je het geld hebt. Als ik het geld heb, ja. Ja? Als ik het geld niet heb, nee. Gewoon, ja. Ik zou het niet ook... Gewoon als ik het geld ergens anders in kan steken wat beter is... Dan zou ik het daaraan besteden, zeg maar. Oké. Er lekt hier trouwens wel iets. Beetje veel lava. Oh, weg waar? Ik zie het niet. Nee, ik heb het al weggehaald. Het kan inderdaad zijn dat ik had daar net wat marble weggehaald daar. Ik dacht, hey marble. Shit. Oh nee, ik sta aan de fik. Oh nee. Oh nee. Ga ik dan dood? Nee, ik wil niet dood. Please, 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 please. 3,5, 3. 2,5, 2. Nee, dit kan niet. Dat kan niet. Ik heb zo'n mooie toekomst. Ik heb zo'n mooie toekomst. Ik vond het heel mooi. Nah. Een hele mooie, heel mooi afscheid ook. Ik heb zo'n mooie toekomst. Sinds wanneer ga je dood aan fucking lava? Nou oké. Okay, begin van Minecraft. Nee, wacht even. Ik wil dat opnieuw formuleren. Sinds wanneer ga je compleet dood aan lava? Dat was toch altijd gewoon 5 hartjes of zo? I don't know.
Hoe kan je het nu anders stoppen? You can't stop it. It's not gonna stop. Volgens mij kunnen we hier beter niet een hele grote ruimte van maken, by the way. Ik zit hiernaar te kijken en ik denk van, het is leuk om nou hier vanaf dit stuk, zeg maar, dit wordt een kamer. En dan vanaf hier een lange buis ergens dieper erin, naar beneden ook een klein beetje. En vanaf daar echt gewoon de basis te maken. De maanbasis. Nou, eigenlijk de aardebasis. Ja, oké, okay, fair enough. Eigenlijk onze Houston basis. En dan kunnen we dan al eerst al, Houston, we have a problem. Joris, ik zit in de kelder. Kan jij broodjes brengen? Over. Dat zou ik zo graag. Dat is, echt gewoon, dat is voor mij nog wel een beetje zo'n relationship goal. Zo van, dat je dan gewoon inderdaad gewoon aan het gamen bent. En dan gaat bellen zo. Naar gewoon je vriendin. En dan zeggen van, ik zit in de kelder. Of, ik zit op zolder. Ik heb eten nodig. Ik ga eten. Dat ze het dan gewoon komt brengen. Ik ga het liefst proberen. Nog in een soort van Call of Duty Care Package-achtig ding. Om het echt af te maken zo. Ik ga het proberen. Ik bedoel, mijn vriendin speelt Call of Duty, dus dat... Ja, maar dan denk ik dat de rollen omgedraaid gaan zijn. Oh, dat ik het moet doen? Ja, dat jij... Hallo. Ja, bij ons is het altijd... We doen meestal weddenschapjes voor wie het eten moet maken. En je verliest altijd? Nee. Ik had gisteren had ik ook gewonnen. Oké, mooi zo. Ik zat de stream te kijken. Kees, die zat 24 uur lang te streamen. Mhm. En voor elke... Ik heb ook de stream gekeken. Oké. Voor elke €25, dus voor de kijkers dan. Voor elke $25 die gedoneerd werd, ging die dan een uur langer door. Ja, ik had het gezien, ja. Dus op een gegeven moment ging die al 12 uur langer door, of 11 uur langer door. En toen was het voor ons zo van, er was nog 5 minuten voordat het uur voorbij zou zijn. En dat die dus niet zou doorstreamen. En toen hadden we de weddenschap van, gaat er nog iemand donaten of niet? Dus het was echt 20 seconden voor het einde of zo. En donate iemand nog fucking $25. Terwijl die arme jongen al 38 uur wakker is. 37 was het dan. Oh, 37, ja. Want hij zou maximaal 38 uur streamen, ja, inderdaad. Zoiets, ik heb het gezien. Ja, geweldig. Oh, maar wat moet hij moe zijn? Holy shit. Ja, hij deed het zichzelf aan. Come on, dan moet je gewoon eens diep lopen. Dat is waar. Er zijn trouwens super veel zombies. Ik ben ze maar een beetje aan het elkaar beuken. Ja, ik weet niet of het veel zin heeft om ze maar te blijven slaan, want... Komen toch de hele tijd nieuwe. Ik denk dat we gewoon verder moeten gaan met onze basis. Onze aardebasis. Aardebasis. Ja, als we dadelijk bij de maan zijn. Aardebasis aan maanbasis. Maanbasis, hier. Ik bedoel aardebasis. Wacht even, zit ik nou op de aarde of op de maan? Ja, we zitten nou op de aarde. En... maar waar zit ik? Ah, nee, kut. Oké. En niet bij Marble. Dat was het eerste ding dat is zeldzaam. Wat stond. Zo onprofessioneel. Oké, nou, ik heb het nog redelijk goed dichtgehakt, zeg maar. Of dichtgemaakt, zie je. Ja. Nou ja, anders houden we het gewoon in deze ruimte. Het hoeft inderdaad niet heel veel. Waar je die zwarte stukken ziet, dat heb ik dichtgemaakt. I figured. Oh, dat is ash. Ja, dat is dat ashstone wat hierboven... Dat zit hieronder een vulkaan. Op een vulkaan. Is dat wel zo slim? Ja. Zou er ooit iets mee gebeuren, denk je? Ik weet het niet. Gewoon in één keer de hele vulkaan explodeert of zo. Ik denk alles weg. Zullen we hem nog één groter maken of... Ik zit even te kijken wat mooi is. Of zullen we het hierbij laten en dan vanaf hier... Bijvoorbeeld dat we vanaf hier een 3x3 ding er doorheen hakken. Ja, daar zo, kan je ook marble doen en zo. Dat, of ja, wil je dat dan naar beneden laten lopen of wat is je plan? Ik denk eerst nog een klein beetje naar voren en dan inderdaad naar beneden daar. Maar hoeveel ruimte hebben we nodig? Ik bedoel, dit is al best groot hoor. Nou ja, je moet sowieso een beetje van de... Van gewoon de bewoonde wereld weg zijn. We willen wel een beetje dat echte maanbaan. Dat exclusieve. Zo'n lancier platform en zo wil ik gewoon hebben. Gewoon, dat je zo. Dat je zo van zo'n afstand moet kijken zo, hoe dat gebeurt en zo. Wat we dan moeten doen is dat we een gebied moeten afzetten. Area. Precies, nee, maar daarom kunnen we het dus hierachter doen. Maar dan moeten er van die bordjes voor staan. Ik zit het doen. Danger! Dat is wel tof, ja. Ik hak hier ondertussen wel even door, dan is het in ieder geval een vierkant. Pam 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 pam. We hebben onze eigen NASA.
NASA. Waar staat NASA eigenlijk voor? Geen idee. National American State. Nee, Space. Agency? Agency. Ik denk, ja. Zou het national zijn? Ja, ik denk wel dat het nationaal is. Wat, ik ga het nou even opzoeken. Oké, eerst gokken. National American Space Agency. Ik denk dat dat het is. National American Space Agency. Nee. Heb ik één woord goed? National? Ja. Aeronautics? Oh. En Space Administration. Administration. Het is gewoon een ze doen super fancy's van, oh, we gaan de ruimte, oh, we zijn zo cool. Eigenlijk is het gewoon een administratie. Maar eigenlijk zijn het gewoon de administratie. Zijn gewoon een paar gasten die hebben een kantoor ergens afgehuurd. Gigantisch land eromheen gekocht. En dat gewoon afgezet en gezegd, oh, het is super. En eigenlijk zijn al die maandingen zijn gewoon allemaal nep. Gewoon. Ze zijn nog nooit naar de maan geweest. Nee, het is nooit op geadministreerd. Even kijken, kan Heb jij een torch? Nee, we hebben er één in het laboratorium. Ik moet echt met mijn ogen gaan knijpen om hier nog wat te kunnen zien. Ik pak de ene torch die we hebben en ik breng hem naar je toe. We hebben één torch. Hier. Bam. Yes! The one torch. Het voelt een beetje als Lord of the Rings. One torch. One bring it to the moon. Zullen we deze torch naar de maan brengen? Wordt dat wordt moeten dat een dier meenemen naar de maan eigenlijk. Om een kat of zo, of een hond. Zullen we eerst een hond sturen voordat we zelf gaan? Ja, dat is goed. En dan kijken of die nog leeft als we aankomen. Of is dat schaap, was dat toch? Of nee, dat was een hond. Laika. Was wel een hond. Oh ja, Laika. Ik was in de war met... Hoe heet ze nou? Molly? Het schaap, die kloon. Oh ja, kan best. Heette Molly, toch? Ja, volgens mij wel, ja. Ja. Oké, we zitten onder gravel. Dat is niet zo slim. Nee, eigenlijk is alles een beetje onhandig. Maar komen we niet weer in de lava daar? Probably ergens wel, maar dat zien we dan wel. Maar we hebben kool nodig. Ik ga wel even kool fixen ergens. Ja, eigenlijk als we hier gewoon door blijven hakken, komen we uiteindelijk wel kool tegen. Ja, maar je kan zo makkelijk vliegen en even hakken. Ja, oké, dat klopt wel. Ga jij even kool hakken, dan ga ik even verder met dit. Kool. Joehoe! Misschien als je heel hard roept, dan komt het. Kool! Kool? Ik denk dat ik dit al een keer eerder heb gedaan, dit geniale plan. Maar dat werkt natuurlijk geen twee keer. Want dan heb ik alles al weggehakt. Dat is inderdaad... roepen om kool een tweede keer heeft geen zin als je het al weggehakt hebt. Nee, dan is hij al weg. Even kijken, hier. Waarom hoor ik overal zombies om me heen? Waarom zou dat nou zijn? Ik heb kool! Echt? Ja. Je hebt er niet eens voor geroepen. Nee, precies. Misschien moet je gewoon je bekken houden. Zo. dan komt het wel zo van. Want als je gewoon niks zegt, dan komt het. En anders heeft het zo van. Nee. Dan komt hij zo naar je toe. Zo, shut the fuck up, man. Just be quiet. Tits or get the fuck out. Dus kool is heel erg. Kool tits. Oh, kut. Sexistisch? Nee, ik zit hier boven lava. Oh. Dus ik had even, daarom zei ik ook kut. Maar kool is een beetje... Ja, kool is gewoon straight to the point. Ja, ja, wint er geen doekjes op. Het is er wel of het is er niet. De titel of de kool? Beide? I guess. Maar waarom niet beide? Gewoon, waarom keuzes maken? Als why not both? Ja, ik ben het helemaal mee eens. Kool en... Altijd dat gedoe van mensen die zeggen, ja, je moet kiezen. Nee, ik wil me niet kiezen. I want the best of both worlds. I want to be Hannah Montana. Geen goed voorbeeld. Nee? Niet echt. Even kijken. Anyways, dan gaan wij wat kobbel doen. Hey, marble. En ik heb 25 kool. Boeia à la boeia. Heb je ook aluminium ore? Voor Galactic Craft. Oh ja, nice. Dat hebben we nodig, ja. Ja, precies. En dat ligt hier ook gewoon. Kom hier bij mij hakken, man. Hier, ik vind hier alles. Alles wat we nodig hebben. Jij vindt die shit? Ik vind gewoon die shit, vriend. Gewoon die acte shit. Acte. Wacht even, ik neem onze torch mee. We moeten iets lager gaan zetten. Zo. Ja, we moeten wel een soort van lijst gaan maken met dingen die we gewoon mee moeten nemen. Ik ga naar space en ik neem mee. Oh, wacht even, ik ben een bed. Wat zou ik... Ik word op zich is dat wel leuk hoor. Zo van, ik ga naar de ruimte en ik neem mee.
Dan moeten we moeten we een hele lijst gaan maken met dingen die we willen hebben. En dan vragen we dat aan de kijkers. Ja. Om te geven. Leuk. Zo van, maak voor ons een lijst. Iedereen mag één item noemen wat wij per se de ruimte in moeten nemen. Hey, ik ben wel benieuwd. Oh. Lava. Klinkt niet goed. Lava. Het niet blijft doorgaan. Doorgaan. Don't die. Stap. Lava, stap. Stout. Niet stelen. Spring alsnog in, wat ben ik toch een fucking retard. Oké, eten. Eten helpt vast. Eten. Oh nee. Joris. No. Don't Joris. Help. Dood. Je hebt nog zoveel om voor te leven. Waar is water? Oh. Hey. Oh. Het heel. Nou, dat was niet heel erg. Ik zal je de volgende keer ook helpen. Ja, dankjewel. Alright man, ik denk dat we het kallen. Wij gaan de volgende keer. Oh. Nu al? Hallo. Volgende keer zijn we er gewoon weer. Ja, oké, dat wel. Toch? Want we moeten ook eten, Joris. Jij kan de hele dag door, maar ik moet gewoon eten en aan tafel. Hier hakte ik bijna de laatste. Ja, I know. Daar kwam het vandaan. Hey. Anyways, mensen. Als jullie het tof vonden, vergeet niet een duimpje omhoog te geven. Dat helpt ons altijd ontzettend erg. En ja, het is gewoon tof als jullie dat doen. Right? We uploaden allebei... Ja, sorry, ik ben even afgeleid. Ik zie allemaal groene dingetjes. Maakt niet uit, ik doe het wel de outro. We uploaden allebei Epic Modcraft. En als jij groene dingetjes wil zien op beide kanalen, check dan zeker even het andere kanaal in de beschrijving. Inderdaad. Jongens, bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Later, mensen.